Ben je een beetje op de hoogte van alles, Pieter? Of lijkt het maar zo? Ik durf wel te beweren dat ik een beetje op de hoogte ben. Ik ben ook op de hoogte, hoor. Maar ben je elke week ook op de hoogte? Nee, dat niet. Weet je het zeker? Ja. Elke week op de hoogte van de leukste gadgets. Keur in de middag presenteert... onze eigen Inspector Gadget. Inspector Gadget. Julia en Tom. Onze eigen Inspector Gadget. Goedemiddag. Wat moet je anders, wat moet je nou als je alleen in bed ligt? Nou, koop een Japanese love pillow. Dat is een levensgroot kussen. Daar kan je mee knuffelen, daar kan je alles mee doen. Als je een beetje goed bent met een naaimachine, dan kan je er waarschijnlijk nog meer... Als ik een naaimachine had ik de kussen niet nodig natuurlijk. Maar goed. Keur in de middag. Dag. Kom maar. Luister lekker mee naar Keur in de middag. Zo is het ook. En vier je weekend met een lach. Ik zie jou ook een beetje, sinds bij onze samenwerking, maar toch een complimentje maken. Kijk, je bent voor mij ook een beetje een lot uit de loterij. Geen winnend lot hoor, maar wij hebben buiten mevrouw Terpstra hebben we nog meer te doen. Ja, we gaan ook nog bellen met Paul Hane. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Dat is fantastisch. Ja. En wat doen we nog meer? We gaan ook daarna nog hier een gast in de studio ontvangen. Dat gaat gewoon door. We houden netjes afstand van hem. Umberto Tan. Umberto Tan, Tan, Tan. Tan, Tan, Tan. Umberto. Tan, 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 Tan. In het volgende uur. Maar eerst Lindsay de Paul. Grote hit. Dit is Sugar Me. One for you and one for me.